Vandaag stond in het teken van Global Money Week. Het is een project wat wereldwijd plaatsvindt. En het gaat over het voorlichten van jongeren met betrekking tot geld en het sparen van geld en het uitgeven van geld. Ja, het is sowieso belangrijk dat kinderen hier meer van kennis nemen. Thuis krijgen ze wel wat mee, maar ze krijgen input van overal. Ze krijgen input van jou, van mij, van allerlei mensen. En wij willen deze week, maar eigenlijk ook het heel jaar door, ervoor zorgen dat kinderen, jongeren sterk economische burgers worden. En dat kun je alleen maar doen als je er heel veel mee in aanraking komen. En slim met het geld omgaan, wat heb je daarover geleerd deze week dan? Dat je niet alles in één keer uit moet geven. En dat je het op je bank moet zetten. En dat je met je ouders er ook over moet gaan praten. En niet zelf doen wat je mee wil doen. Wij vinden het als school erg belangrijk om naast ons eigen curriculum ook activiteiten te laten plaatsvinden met organisaties van buiten de school. En omdat dit een groep leerlingen betreft die op het tweetalig onderwijs zitten, is het een project wat geheel in het Engels heeft plaatsgevonden. En omdat wij ondertussen ook die exchange hebben deze week, was het natuurlijk helemaal mooi dat we het konden doen met een gemixte groep leerlingen van Nederlandse, Spaanse en Engelse afkomst. There are some big difference between the United Kingdom, Spain and Netherlands, that in some places it's better to live economically, other for the climate and others because of the food. En wat vind je van de verschillen tussen de verschillende landen? Want daar hebben jullie ook naar gekeken, toch? Klopt. We hebben gekeken naar het inkomen uit verschillende landen. En het verschil tussen hoeveel daar belasting over moet betalen. En daaruit blijkt dat Nederland toch het best doet. Qua inkomsten en hoeveel belasting ze erover moeten betalen en hoeveel ze dan nog overhouden. Worden jullie ook een beetje vrienden tussendoor of is het alleen maar opdrachten maken? Nee, we worden ook vrienden. We hebben heel veel gewoon vrije tijd over hoe het thuis gaat, wat zij doen na school. Dus ja, dat is leuk.